Wees niet bang. Praat. Zoek iemand op die je vertrouwt en praat erover. Echt waar, laat het niet voor wat het is, want dan komen ze er makkelijk mee weg. Ja. En dat mag niet zo zijn, het is jouw lichaam. Jij bepaalt. En word je onzedelijk betast, laat het niet voor wat het is. Ja. Doe wat je moet doen. Men gaat je niet geloven. En dat is best jammer. Het is echt jammer. Ik zeg, men gaat... Ik ga er zelf vanuit dat de mensen die het besluit hebben genomen, dat het niet op waarheid berust. En dat, of dat er geen bewijzen zijn. Ik denk zelf dat ze echt anders gaan piepen als het hun eigen zoon of dochter overkomt. Dan gaan ze wel getuigen geloven die hun verhaal hebben gedaan. Dan gaat er plotseling wel bewijs zijn, want het gaat om hun eigen zoon of hun eigen dochter.